Ik ben Witse. Juliaan. Ik ben Daniel Brattinge. Ik ben Anne de Graaf. Ja, ik had via mijn vrienden gehoord dat het gewoon een ontzettend gaaf festival is. Dat is gewoon puur nieuwsgierig. Ik had er wel van gehoord. Ik wist, we moeten erbij zijn, maar de kaartjes waren voor de dagen die we wilden waren uitverkocht. Omdat ik momenteel zonder werk zit, maar het wel heel belangrijk vind om wat terug te geven aan de maatschappij. Ja, volgens mij is vrijwilligerswerk voor Welcome to the Village ook echt iets voor jou. Hetzelfde soort mensen, lekker down to earth. Dus ja, ik zag er wel een uitdaging in. Los van mijn werk, dat ik dan wat anders doe. Toen zag ik een mail en zei van ja, wil je meedoen, wil je helpen? Ja, is goed. Dus dat heb ik gedaan. Dat is nu dit derde jaar. Ja, dit was mijn vierde keer. Dus ik ben er al vanaf het eerste uur bij. Ja, rust, gezelligheid. Nieuwe mensen leren kennen, ja, dat vind ik heel belangrijk, vind ik ook leuk. Mensen die je normaal ook wel kent en wel tegenkomt, dat je die net even in een andere setting tegenkomt. En dat ja, super gezellig is. Ik leer heel veel nieuwe mensen kennen, heel toffe muziek, nieuwe muziek leren kennen. Ja, het is eigenlijk gewoon... Vroeger had ik zomerkamp en nu heb ik Welcome to the Village en dat is gewoon bijna hetzelfde, zeg maar. Lastige vraag, heel lastig. Dat ik Juliana heet. Ja. Dat ik muziek adem. Beetje. Ik heb altijd een beetje. Heel erg van katten ook? Ik ga niet de deur uit zonder. Ja, wat ik Welcome to the Village breng. Ik hoop op gezelligheid. Ja, inzet, mankracht. Wat breng ik? Welcome to the Village. Positiviteit. Ja. Enthousiasme, denk ik. Wat ik breng, welkom. Oh, man. Mankracht. Gezelligheid. Enthousiasme. Interactieve? Tafels. Ja. In één woord, hè? Positiviteit. Ja. Gezelligheid, denk ik. Hulp. Energie. Problemen. Oplossingen. Het eten is besteld, het bier is besteld. Dus nu is het zaak dat we eigenlijk gewoon de boel goed op de rit krijgen de komende maanden. Nou, en dan is het straks weer zover. Ik kom nu wel heel dichtbij weer allemaal, dus dat vind ik wel een super spannend moment. 5, 4, 3, 2.